Onlangs waren Edith en ik bezig met een fotoshoot in het mooie Friese plaatsje Snik. Tijdens onze lunchpauze in een plaatselijke horecagelegenheid stelde zich een blaaskapel op, vlak voor ons raam. Dat bleek de Snikker Putkapel te zijn. Sfeermakers sinds 1993. En sfeermaken konden ze. Kort daarvoor waren we tijdens de fotoshoot beland bij het oude stadhuis van de gemeente Sneek. Dat heeft nu een representatieve functie. De deur stond open omdat een bloemist een heel groot aantal boeketten naar binnen aan het brengen was. Er bleek een huldiging op komst. Tijdens onze lunch kreeg die huldiging dus handen en voeten. De Putkapel warmde het publiek op voor de aankomst van de kampioenen. Het eerste elftal van voetbalclub Bozo Sneek is net gepromoveerd naar de topklasse van het amateurvoetbal. Ze arriveerden in een treintje, ongeveer zoals het koninklijk gezelschap op Koningsdag op elkaar gepropt door Dordrecht werd vervoerd. En daar gingen ze, achter de Putkapel aan, op weg naar de huldiging. Als Eindhovenaar in Sneek paste mij bescheidenheid. Vandaar dat ik de rest van de huldiging op grote afstand heb gevolgd en de telelens het werk heb laten doen.